Hoi, leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van deze Black Widow Challenge met het nieuwe Sims 4 Stapelverliefd pakket. Ik ben Amy en ik vind het super leuk dat je kijkt. Mocht je mij al langer volgen, dan weet je dat ik hiervoor twee andere challenges heb gedaan. Met eerst het paardenboerderijpakket en daarna het tehuurpakket. Beide waren zogenaamde Rags to Riches challenges. Dus ik begon met nul simodians. En door middel van het paardenboerderijpakket eindigde ik uiteindelijk met een mega boerderij met allemaal dieren. En bij het tehuurpakket eindigde ik als huurbaas met. Onder andere een 5-sterren pand. En op die manier ben ik dus twee keer met mijn Sims, met dezelfde familie, heel erg rijk geworden. Het begon allemaal bij Chanel Goedkoop, die dus haar paardenboerderij begon. En haar dochter Berska nam het toen over in de te huur challenge. Nu gaan we verder met. Bershka's zoon Armani en Armani is een echte charmeur dus de perfecte match voor het stapel verliefd pakket er is alleen één klein dingetje Armani is nog een peuter <laughs> dus ik ga hem zo meteen eerst even tot jongvolwassenen maken uh, anders duurt het veel te lang voordat deze challenge van start kan gaan. En dan gaan we dus beginnen met de Black Widow challenge die ik nog nooit eerder heb gespeeld. Mocht je er niet bekend mee zijn, ja het is best wel een sadistische challenge. Uh, ik vond het ook wel even moeilijk totdat ik erachter kwam dat er nieuwe manieren in het stapel pakket zitten waarop je sims kunnen overlijden. En daar had ik iets meer vrede mee dan gewoon brute moord. Dus ja, ik heb toch besloten om het te doen, ook omdat het leuk is dat je ook hier weer vanaf nul simodians begint. Alleen steekt het iets anders in elkaar dan een rags to riches. De bedoeling is namelijk dat je met rijke sims trouwt, ze vervolgens omlegt en weer naar de volgende gaat, en dat doe je tien keer. <laughs> en op het eind eindig je natuurlijk met een fortuin, omdat je elke keer het geld van je partner uh, meeneemt. Ja, het, zoals ik zei, het is een beetje sadistisch, maar het is wel interessant. Dus als jij van deze challenge op de hoogte wil blijven, dan raad ik je aan om, uh, om je op mijn kanaal te abonneren. Je kunt zelfs meldingen inschakelen voor wanneer ik upload. Maar goed, dan moet je maar even kijken of je dat wil. Nou, dit is dus de intro van het Stapel Verliefd pakket. Je hebt dus uh, Cupido Hoek, dat is een app waarmee je dus uh, kan online daten. Wat bij deze challenge natuurlijk heel goed van pa pas komt. En je hebt nu ook aantrekkingskracht. Dus afknappers en uh, nou ja, dat je je juist aangetrokken voelt tot bepaalde sims. En er is een nieuwe stad, dus daar gaan we ook wonen. Ja, laten we maar gewoon gaan beginnen. Oké, okay, we zijn nog bij Bershka. Ja, en dit is dus uh, de... <laughs> nu nog Peuter, die centraal zal staan in onze challenge. Um, we gaan hem dus ouder maken. Oké, okay, dan gaan we nu naar creëren Sim om, um, nou ja, om hem aan te passen. Zodat hij helemaal in stijl is. En dan uh, gaan we verhuizen. Ik ga proberen om zoveel mogelijk van het stapelverliefd pakket te gebruiken. Even kijken, ja zoiets. Hij moet gewoon echt als zo'n player overkomen. Oh, dit is ook heel fout ja. Ik vind zo'n kleurtje in zijn haar ook wel wat hebben. Ja, dat vind ik echt fout en daarom vind ik het tof. We kunnen hem wel tatoeages geven. Ik vind dat wel bij hem passen. Er zijn namelijk ook nieuwe tatoeages bij dit pakket. Ik moet even kijken welke. Oh ja, dit zijn dan namen van Sims die zijn doorgekrast. <laughs> ik moet even kijken welke bij het nieuwe pakket horen. Oh ja, deze en deze. Ja, ik vind dit wel geniaal eigenlijk. Maar misschien moet dat pas later in de challenge als hij meerdere uh, partners heeft gehad. Dat is beter. Dus voor nu nog geen tatoeages. En dan moet ik onthouden dat we die dus nog gaan zetten. En ik vind hem ook echt het type voor een oorbel. Oh, hij heeft nu nog nachtkleding. Oh, wacht. Maar je kan dus nu. Dat is nieuw. Hier, dan klik je op kapsel op alle outfits toepassen. Hoe vet. Dat is toch echt super chill. Oh, wat een foute ketting ook. <laughs> ja, hij wordt echt zo'n foute gast, jongen. Oh, dit is ja, dit is fantastisch. Dit is helemaal hoe ik me hem had voorgesteld. Oh, Armani, onze hartenbreker hoor. We gaan weer voor packs en dan stapel verliefd. Oh de. <laughs> wat goud dit. Oh ja. Dat is dus wel leuk. Dit pakket is uh, dus niet alleen gebaseerd op de liefde, maar ook op de stad Mexico City. Um, dus je ziet wel beide dingen wat invloeden. Oh my goodness. Gaat dit de fur? Dit is misschien voor avondkleding wel echt geniaal en dan voor overdag meer zoiets. Oh, wel mooie kleding hoor. Oh, een voetbalshirtje. Wat leuk. Oh, dit is heel heftig. Of zo'n blouse. Misschien dit voor feestkleding, dat hij als hij uitgaat. En zoiets meer voor alle dagen, of deze misschien. Is dit wat? Dit is wel fout, toch? Ja. Ik denk dat dit de alledaagse vibe wordt. En dan voor s'nachts doen we. Oh. Dat bloesje dat dan zo open hangt. <laughs> ja. Ah, maar dan trouwt hij daar ook in trouwens. Dat is wel. Misschien een beetje heftig. Nou en. Dit is. Dit is het moment om fout eruit te zien. Oh, oh, dit is toch verschrikkelijk. <laughs> en dan voor sporten wil ik sowieso dat uh, voetbalshirtje. Dit lijkt een beetje Barcelona. Oh, hebben ze er nog geen broekje bij? Nou, dat is stom. Oké, okay, dan doen we een ander sportbroekje. Oh, deze matcht redelijk goed. Voor feest wou ik dus dit shirt. En dan. En dan weer die sneakers. Oh, dit is ook fout, ja. Heel fout. Oké, okay, nou, Armani is klaar, jongens. Hij is gelijk al flirterig, terug. Dus dit belooft al veel goeds. Van huishouden afsplitsen en verhuizen. Want hij gaat naar de nieuwe wereld. Ik weet nog niet. Ik weet niet eens hoe die heet, eigenlijk. Nou, hij krijgt nul... 0... Mm, hij moet natuurlijk wel een kavel kunnen betalen. Dus laten we hem 5000 Simoleons geven. Want hij moet natuurlijk wel ergens wonen. Ciudad Enamorada. Dat sprak ik natuurlijk helemaal niet goed uit. Dat realiseer ik me. Zijn er geen vrije kavels? Kavels slopen? Kan het dan wel? Ja, dat is wel zonde. Maar dat, ik moet deze wel slopen, denk ik. Ja, het is even niet anders. Het is toch tijdelijk. Oké, okay, hier zijn we dan. Um, zijn money moet naar nul. En daar begint het avontuur. Oh, hij heeft honger. Nou ja, goed. Dat is gelijk een goede reden om via uh, Cupido Hoek een date te krijgen. Gaan we op een blind date? Nee, laten we Cupido Hoek openen. Want ik weet niet. Precies hoe dit... Oh, die foto. Hij is wazig. Hij is geïnteresseerd in vrouwen en mannen. Uh, ja, ik denk dat de leeftijd ook niet echt uitmaakt. En ik omschrijf mezelf als materialistisch en snob. Nou, laten we dan... Een blije baby. Laten we dan aantrekkelijk en romantisch doen. Toch een beetje focussen op het positieve, hè? Matches... Zij is materialistisch en trouw. Net en bro. Hm. Romantisch en feestbeest. Arthur. Oeh, die ziet er wel rijk uit. Hij is zelf ingenomen en een snop. Dus dat past wel goed bij Armani. Maar ze moeten wel een huis hebben trouwens. Dus laten we dan maar degene ook met een huis doen. En laten we dan beginnen met, met Zafira. Doen we een date. Dan kunnen we kunnen gelijk namelijk even eten, ook al hebben we geen geld. Safira heeft de telefoon niet opgepakt. Oh, het is drie uur s'nachts. Oeps. Hallo. Hallo. Hallo lieveling. Um, lief zijn, mama. Ja. <laughs> Oké, okay, ik zal lief zijn. Hey, mama. Hey, tot zo. kijken, mama. Ga je op zolder kijken? Ja. Echt wat leuk. Nou, tot straks, lieverd. <laughs> Oké, okay, um, het is dus nog te laat. Laten we dan maar gaan reizen: uh, naar Mirador del Amor, de nachtclub. Of gaan we hierheen? Een lounge. Nee, laten we naar de nachtclub gaan, want dat is ook een singlesplek. En dan uh, gaan we daar even proberen te eten als dat lukt. We hebben echt nul simodians. Oké, okay, zo te zien kost dit allemaal geld. En er is ook niet echt een... Hé, hey, is dat niet een van mijn matches die ik daar net zag? Oh nee, dat ja, weet ik niet eigenlijk. Nee. Nou ja, laten we maar gewoon gelijk uh, een flirterige kennismaking doen. Met deze mevrouw in dit skipak. Oh, hij is aan het eten. Hoe komt hij daar nou weer aan? Doe maar een flirterige kennismaking. En doe dan ook maar gelijk met haar. Armani heeft een neutrale aantrekkingskracht voor Erika. Oké. Okay. En hij heeft een charismavaardigheid geleerd. Flirten. Compliment geven over uiterlijk. Ja, dat skipak staat je echt goed. We moeten weten of ze rijk is eigenlijk. Hoe komen we daarachter? Handen kussen. Ik voel me niet op mijn gemak om nu met jou over aantrekkingskracht te praten. Oké. Okay. Sorry hoor. Oh. Oké. Okay. Zij zitten niet echt op te wachten. Jij wel? Oh, zij is flirterig. Nee, hallo. <laughs> Ik ben net vijf minuten met deze challenge bezig en er wordt me nu al aangeraden om romantisch gereserveerd te zijn. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Kijk, de barvrouw is flirterig, dus dat gaat misschien makkelijker. Maar ja, ze is wel barvrouw. En ja, laten we eerlijk zijn. Of die nou veel geld hebben? Vragen voor verleidelijke dans, die is ook nieuw. Oh, ze wil echt niks. Dit gaat niet super. Ik ben gevleid, maar ik ben niet geïnteresseerd in zo'n relatie met jou. Maar ik zou graag vrienden zijn. Oké. Okay. Oh, we kunnen nu echt gelijk niks meer. Oh. Oké. Okay. Dan houdt het dus blijkbaar op. Oh, arme Armani. Het loopt, verloopt nog niet echt voorspoedig. Uh, maar het is nu inmiddels wel een redelijke tijd om via Cupido Hoek een date te doen. Dus laten we dat dan maar doen. Maar ja, Arthur ziet er wel heel rijk uit. Maar heeft dus geen huis. Charlotte is nog wel een goede, misschien. Die woont in Hanford on Bagley. Ze is creatief en een facebeest. En volgens mij is Hanford on Bagley zijn wel best wel wat grote huizen. Een date opzetten. Een romantische date, doen we. Toch? Ja. En wat gaan we dan doen? Socializen, romantisch zijn. Misschien eten, maar daar heeft Armani geen geld voor. Oké, okay, dus laten we fysieke intimiteit. Ik vind oh ja, nog wat ver gaan. Misschien naar sterren of wolken kijken. Socializen. Ja. En dan gaan we naar We kunnen wel naar de lounge gaan. Dan zien we die ook gelijk. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. <laughs> Hopelijk heeft Armani nu iets meer geluk, want tot nu toe gaat het nog niet super. Kijk, daar is ze. Um, over koetjes en kalfjes praten. Nou, het ijskoude weer is wel koetjes en kalfjes, denk ik. Interesses delen. Laten we een roos aanbieden. Interesses bespreken. Oh, ze gaan wel gelijk. Best wel goed, zo te zien. Oh. Nee, dat vond ze niet leuk, die roos. Oh, sorry. Oh, kijk, die hebben we al. Lichte fysieke intimiteit. Wat is dat? Handen kussen. Dat vind ik al vrij heftig. Maar. Misschien eerst nog een keer interesses bespreken. En dan dat hij het dan aandurft. Ze hebben op zich wel best wel een goede relatie. Maar ze is wel beschaamd. Waarschijnlijk door Armani, omdat het ongemakkelijk is. Naar carrière vragen. Heel belangrijk. Ze staan ook echt vet ver van elkaar af. Oh, ze is werkloos. Oei. Versierdruk. Ja, dit gaat wel goed. Oh. Oh nee. Dit is geen goed teken. Nee, nee, niet weer. Dit gaat echt niet goed. We gaan wel even naar de sterren kijken. Dat kan volgens mij nu ook op een bankje. Kijk, zij doen het ook. Kijk, als jij nou even... Is dat mijn moeder? Bershka is hier. Mam, ga even weg. Ga niet bij mijn date buiten op een bankje zitten. Bershka heeft een beetje issues met Armani loslaten, denk ik. Kom, ga naar de lucht kijken met Charlotte. Ja, heel goed. Oh, onze romanticus. Kan die nu misschien wel subtiel... Een soepel herstel doet hij. Oh kijk, dit gaat goed. Hij moet weer over koetjes en kalfjes praten. Vragen om date te verlengen. Hij heeft romantiek niveau 2. Oh, dit gaat veel beter al. Meer tijd voor rendezvous. De evenement timer is verlengd. Oké. Okay. Ja, dit gaat goed jongens. Ik zie nog steeds geen roze balk, maar ik denk wel dat hij er aankomt. Oh, dit gaat heel goed. Oh ja, nu zie ik wel de roze balk. Lieve woordjes fluisteren. Ah. Romantische tevredenheid begint. Charlotte valt voor Armani en wil hem vragen of hij geïnteresseerd is in een relatie. Wil je dat dit gebeurt? Um. Willen we dit? We weten nog niet echt haar thuissituatie, maar ik durf op zich de gok wel te nemen. Want we hebben nu op zich nul simoleons. Ze heeft een huis. Oh, kijk. Oh, dit gaat echt super. Hij heeft al niveau 3 van de romantiek. Hij heeft een romantische partner. Kunnen we niet naar haar huis gaan? Eerste kus. Daar is het wel tijd voor. Doe we hier nog de eerste kus? En dan hoop ik dat we naar haar huis kunnen gaan. Ah. Vragen om locatie te veranderen. Hoe doen we dat? Ik weet niet wat haar huis is. Ze woont dus in. Hanford on Bagley. Um, ja. Oh, ze woont met iemand samen. Maar het is wel een groot huis. Oké, okay, ja. We gaan naar haar huis. Oh, ik denk haar zus. Want ze hebben dezelfde achternaam. Oké. Okay, um, naar romantische interesses vragen. Jou laten weten wie mijn muze is zou mijn kunstzinnige integriteit aantasten. Oké. Okay. Armani en Charlotte zijn beide zeer tevreden over hun relatie. Nou, fijn. Oh, maar we moeten nog wel even de date goed doen. Dus we moeten ook gewoon over koetjes en kalfjes praten. Oké, okay, ze heeft best wel... Ja, best wel een oké huis. Het is niet... Oh. Uh, wat is dit? Er staat een wiegje. Oh, waarschijnlijk was een van de twee ooit een baby of zo. Ik weet niet. Ik heb hier veel over nagedacht. En wilde je vragen of je zin hebt om bij me in te trekken. Dit is volgens mij nu niet het juiste moment. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Nou, dat zou ik geweldig vinden, want dan heb ik tenminste weer geld. Gaan we daarna wel gelijk trouwen? Kunnen we haar er ook uitkikken? Is dat lullig? Misschien wel, maar. Oké, okay, we hebben 22.000 symbolen. Dus dat is in ieder geval een begin. Toch? Het is niet dat we rijk zijn. Maar we kunnen ons ook een beetje omhoog werken. Naar de rijkere sferen. We moeten toch ergens beginnen. Oké. Okay. Maar we moeten alsnog wel trouwen, natuurlijk. Dus. Um, gaan we nu al een aanzoek doen? We hebben nog geen oh ja gedaan. Laten we dat eerst doen. Nieuwe romantische dynamiek, volwaardig. Hoe lief, Charlotte en Armani lijken zowel als geliefde als vrienden om elkaar te geven. Romantische partners met een volwaardige romantische dynamiek kiezen ervoor om vaker romantische, vriendschappelijke of grappige interacties met elkaar te hebben. En nemen een betekenisvolle plaats in elkaars hart. Nou, doe maar. Het is wel een beetje lullig of zo als je weet wat er gaat gebeuren. Maar we doen het. Teun van de kerkhof. Jij en Charlotte zijn zo snoesig samen. Dat wilde ik je gewoon even laten weten. Oké, okay, ik weet niet wie jij bent. Ik weet wel dat er van de kerkhofjes volgens mij wel rijk zijn. Interessant. Oké, okay, daar gaan ze. Hun eerste keer. Doltje goedkoop. Ik hoorde dat je verkering hebt met Charlotte gefeest met je nieuwe partner. Doltje is mijn babybroertje. Ik weet niet hoe die kan sms'en, maar hij kan het blijkbaar. En ik was dus even benieuwd, wat is haar stamboom? Want dan weet ik waarom die. Ah, oké. Okay, een van hen was denk ik een baby. En daarom staat het wiegje er nog steeds. Oké, okay, nou prima. Ah, Armani is heel gelukkig. Dat is cute. Ga maar even eten. En daarna gaan we een aanzoek doen. Maar misschien moeten we het wel even romantisch aanpakken. Armani is onze serie romanticus. Dus hij doet wel zijn best om dan indruk te maken op zijn veroveringen. Oké, okay, hij gaat haar denk ik meenemen op een date naar een park. En dan gaan we daar een aanzoek doen. Dat is toch lief? Oh, super. Mijn tante en oom zijn er ook. Dat is natuurlijk alles wat je wil als je een aanzoek gaat doen. Okay, liefdevol omhelzen. Flirten. Zoenen. Vrijen in de natuur. Ja, hij kan een aanzoek doen. Oh, hij zingt voor haar. Hij heeft niveau 4 van de romantiek. En hij doet een aanzoek. Ah. Nou, dit is toch te romantisch. De romantische tevredenheid van Charlotte met Armani's verandert op basis van wat haar aantrekt en waar ze juist op afknapt. Oké, okay, en waar zie je dat dan? verliefd zijn ze. Wacht, kan ik dat ergens ook zien? Profiel openen. Oh, hier. Aantrekkelijk emotionele besluitvormers en huismus. Afknappers zijn intellectuele en schone mensen. Haar romantiek stijlen zijn cadeaus geven en fysieke intimiteit. Ze valt op grijs haar. Nou, dat heeft Armani ook een beetje. En blauwe kleding vindt ze mooi. Dat heeft Armani ook. Maar heeft Armani dit ook? Twist zieke sims vindt hij leuk. Oké. Okay. Oh. Hij is blijkbaar romantisch... Alleen geïnteresseerd in vrouwen. Maar oh ja, ook mannen. Oh, hé hey pap. Leuk dat je erbij komt zitten. Bij mijn date. Met mijn verloofde. Oké, okay, ik denk dat de date wel afgelopen is. Oh, mijn moeder is er ook. Mam, waarom volg je me op al mijn dates? Nou ja, nu ze er toch is, kan ik net zo goed even vertellen dat ik verloofd ben. Kan ik dat vertellen? We doen wel gewoon een normale bruiloft, maar niet helemaal een evenement. Kost 1000 euro. Nou prima. We willen Sims uitnodigen. We willen natuurlijk mama en papa en Zara. En oké, okay, de zus mag ook. Um, Wayne. Gaan we Teun ook alvast uitnodigen? Ja, waarom niet? Is wel interessant. Een cateraar. Een sim inhuren. Een mixoloog. Sim inhuren. En een muzikant. Ook een sim inhuren. Oké. Okay. De locatie. Moet wel mooi zijn. Uh, even kijken hoor. Oh, dit is mooi. Het Media Naranja Park. Oké. Okay. Toch nog wel echt een leuke bruiloft. Maar niet helemaal met dat je een trouwambtenaar moet hebben en zo. Want ja, dat werkt gewoon nooit heel goed. Is hier alles voor wat ik heb ingehuurd? Want ik heb ook een mixoloog en zo. Maar volgens mij. Oh ja, mixoloog kan hier. Wat ziet dit er leuk uit? Oh kijk, ze heeft een mooie jurk aan. Oh, mijn bruid. Een gast bedanken voor komst. Bedankt voor je komst. Oké, okay, ja. En drankjes drinken. Nou, dat komt ook wel goed. Oh. Die vrouw waar ik dus een date mee had, is toch gekomen? Die heb ik niet uitgenodigd, toch? En verloofde laten zoenen. Waar is mijn verloofde? Oh, hier. Zoenen. Even een beetje, even een beetje indrinken voordat de ceremonie begint. Niks mis mee. Oké, okay, Teun van de Kerkhof is er ook. Daar moeten we alvast een beetje mee aanpappen. Uh, maar pas als we getrouwd zijn, volgens mij. Of op de Bruiloft. Nee, want dan gaat ze natuurlijk niet meer trouwen. Oké, okay, laten we de ceremonie maar uh, laten we beginnen. Relatie. Trouwen. Ja. We gaan trouwen, jongens. Ah. Oh. Oh, hij gaapt. Nice. En hij moet naar de wc. Oh jee. Eerste punt pakken. Oh, we hebben geen taart. Oeps. Ik vind dat vrij weinig mensen geïnteresseerd zijn in het feit dat we hier aan het trouwen zijn. Maar oké. Okay. Ah. Ah. Ze zijn getrouwd. Dan vind ik het ook wel mooi geweest, denk ik. Want we hebben geen taart, dus een eerste punt pakken wordt hem sowieso niet. We kunnen nog wel even, oh ja, in deze bezemkast doen. Dat is ook nieuw bij het Stapelverliefpakket. Kijk. Kun je in een bezemkast, oh ja, doen? Hilarisch. Heel grappig dit. Oké, okay, nou, de bruiloft is voorbij. Oké, okay, we zijn getrouwd. Het eerste slachtoffer is een feit. Maar ik vind het wel lastig hoor. Wetende wat me nu te wachten staat. Dat wordt natuurlijk de echte uitdaging. We moeten eerst dus een, een etentje organiseren nog. Om te laten zien hoe zo'n goede man we zijn. Nou, dat kan hier prima. Dus dat wordt dan de volgende stap. Maar ik denk dat ik de sensatie bewaar voor de volgende aflevering. Want dat wordt natuurlijk very interesting. Dus als jij wil weten hoe dit afloopt voor onze Charlotte en Armani. Ik bedoel, we weten allemaal hoe het afloopt, maar nog niet precies de manier waarop. Dan raad ik je aan om toch even op die abonneerknop te drukken. zodat jij weet wanneer de volgende aflevering online staat. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. en dat je deze challenge ook leuk vindt. Ik vind het tot nu toe echt wel heel leuk. omdat je gewoon heel veel. er gebeurt heel veel. Um, bij de normale Racks to Riches challenges. ben je natuurlijk iets meer bezig met het verdienen van geld. Maar dat is hier wat makkelijker. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd waar we eindigen. En. We hebben dus nog hierna nog negen mensen te gaan om mee te trouwen. Dus ja, er ligt nog een hele challenge voor ons. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende video.